Miguel, hoe denk jij over de wedstrijd van komend weekend? Ja, het is een goed moment voor ons om ons te weer herpakken. De eerste twee wedstrijden hebben we verloren. Dat is natuurlijk wat minder, maar het is een mooie wedstrijd om goed resultaat te pakken. Ja, het is eigenlijk voor het eerst in de jaren, zeker sinds Koeman er is, dat jullie met een echte tegenslag te maken hebben. Hè? Ja, ik wil niet gelijk een tegenslag noemen. Maar het is natuurlijk wel minder dat je eerst twee competitiewedstrijden verliest, maar het is niet gelijk een reden om in paniek te raken ofzo. Is de wedstrijd in de arena voor jou een kans ook om jezelf weer te laten zien, om jezelf te herpakken? Want we gaan eigenlijk allemaal vanuit dat jij gaat spelen daar. Ja, ik ga zelf ook vanuit dat ik ga spelen, maar of dat nou het moment is om mezelf te herpakken, dat denk ik ook weer niet. De trainer heeft ook aangegeven dat hij meer gaat roleren dit jaar, dus dat is ook gebleken. En ik hoop dat ik zondag wel gewoon speel. Ja. Met terugwerkende kracht is die nederlaag in Zwolle wel extra zuur, hè? Want het brengt wel druk op de ketel. Ja, het is altijd druk als je bij Feyenoord speelt. En als je eerst twee wedstrijden verliest, dan is het wel normaal dat van buitenaf wordt gesproken dat het... gaan ze een beetje gokken van wat er allemaal aan de hand is in de groep of zo. Maar voor de rest, we doen gewoon ons best. En we hopen dat we zondag gewoon een goed resultaat neerzetten. Je zegt mensen gaan een beetje gokken, maar volgens mij proef ik een beetje uit je stem. Er speelt op dat gebied niets. Nee, op dat gebied speelt er gewoon niks. En het gaat gewoon iets minder op dit moment, maar zondag is gewoon een mooi moment om een goed resultaat neer te zetten en gewoon te laten zien wat we wel kunnen. Is het fijn in de groep dat er een nieuwe speler bij is, in de zin van iemand van buitenaf die misschien met een frisse oog naar de situatie kijkt? Ja, het is toch altijd goed als je wat versterking hebt, ook voorin. Dat er gewoon wat meer mogelijkheden zijn. Je ziet ook dat we voorin nog een beetje dun bezet zijn. Maar ja, ze nemen nog meer opties en hopen dat hij het gewoon goed doet bij Feyenoord. Ja, jullie moeten noodgedwongen achterin in de arena met drie linksbenige verdedigers spelen. Kun je uitleggen als een van die verdedigers wat daar lastig aan kan zijn, aan zo'n situatie? Ja, hoeft niet per se lastig te zijn. Ik denk dat degene die rechts centraal gespeeld ook daar goed uit de voeten kan. Dus zo'n probleem zal dat niet zijn, denk ik. Jouw trainer zegt erover in de opbouw. Vergt het een andere aanpak en daar hebben we dan op de training van vandaag en morgen gaan we daaraan werken. Ja, dat is natuurlijk logisch. Als hetgene niet rechtsbenig is, dan lijkt het wel normaal dat hij eerst naar zijn linkerbeen toe kapt. Ja. Maar we zoeken daar wel een oplossing voor, dan komt het wel goed. Ja. En blijft de klassieker, als je in Nederland speelt, het hoogst haalbare wat je als voetballer in Nederland kan bereiken? Nou ja, volgens mij is het nog steeds hoogst haalbare competitie winnen. Dus het is gewoon een van de wedstrijden, maar natuurlijk... Klassieker ben gewoon iets extra's mee en dat is alleen maar mooi. Merk je die spanning nu al een beetje of komt dat eigenlijk pas morgen bij die laatste training in de Kuip dat je dat hele gekkenhuis weer krijgt? Nou ja, meestal merk ik het zelf pas op de wedstrijddag zelf, dus het zal nu niet anders zijn denk ik.